Hoe leuk is dit? Kijk nou. Ah, kijk al die pastelkleuren. Dat is toch geweldig? Love at first sight. This is what it looks like, bitch. Maar hoe leuk is dit? Lekker te flaneren in de zomer zo. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een unboxing voor jullie. Want ik heb heel veel pakketjes binnengekregen. Van schoenen tot kleding, tassen, sportkleding. Echt van alles. En allemaal lekker zomers fleurig. Echt richting het voorjaar weer. Dus het leek me heel erg leuk om deze samen met jullie te gaan unboxen. Dus laten we lekker gelijk beginnen. Het eerste is van Fluoresque. En dit is een heel leuk pak. Kijk hoe leuk. Het zit helemaal zo in een papiertje. Het eerste is dit shirt. Lekker oversized. En dan met dit leuke pak erbij. Hoe leuk is dit om nu te dragen? Het is in een maat 40, dus lekker oversized. En er zitten hier van die knopen op. Echt heel leuk. En er zit dan ook een hele mooie broek bij. Echt geweldig. Dan het tweede pakketje is van de Sasha. En dat is een paar schoenen. Eigenlijk geïnspireerd door het pak wat jullie net zagen. Dacht ik van nou, dan past dit daar wel echt super leuk bij. Ze hebben dus een hele leuke nieuwe sneaker collectie. Kijk nou. Dit is toch lekker fleurig. Ik krijg er toch helemaal zin in de zomer. En dan samen met het pak. Kijk deze kleurencombi. Dat is toch geweldig. Oh my god. Ik kan echt niet wachten om dit aan te doen. Het volgende pakketje is van Flora May. Als je wat hoort, dat is Juice die aan het spelen is met de papiertjes. En hier zitten hele leuke zomerse sieraden in. Oh, heel cute ingepakt. Kijk, ik heb hier een armbandje en een ketting van. En er zit ook een kaartje aan. En er staat op: hey Ipek, super bedankt voor je tips en onze leuke samenwerking. Ik ben heel erg benieuwd naar de foto's en video's. De sieraden zijn gemaakt van echte A-kwaliteit zoetwaterparels en 14 karaats gold filt. 14 karaats gold filt is een mix van koper en echt goud. Verkleurt dus niet en gaat erg lang mee. Veel plezier van je nieuwe sieraden, liefst Eva. Oh, dat is echt heel leuk. Eva is dus iemand die sportte bij Matt in de gym. Toen Matt daar nog werkte, dus zo kennen we haar. Of tenminste, zo ken ik haar. Dus super leuk dat we nu een samenwerking gaan doen. En hier zitten hele leuke sieraden in. En dit is dus allemaal handgemaakt. En dit is een armbandje. En super chill, want ik heb dus best wel smalle polsen. Dus ik had even de lengte doorgegeven van hoeveel centimeter mijn pols is. Dus heel fijn heeft ze hem ook nog wat kleiner gemaakt. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik ga hem even zo meteen omdoen, want dit is een beetje moeilijk met mijn nagels. Maar echt heel erg mooi. Hij heeft dus kleine pareltjes. Kijk, hij heeft dus allemaal verschillende groottes van parels. Dus hier zitten wat kleinere, dan weer wat grotere. Zo zeg maar. En dan daartussen zitten gouden kleine kraaltjes. Dus ik vind dat wel heel erg leuk. Want dat is eigenlijk weer net een beetje anders dan wat je normaal ziet. En die pareldingen zijn nu natuurlijk helemaal in. En echt heel leuk voor het voorjaar ook. Dus ik dacht super leuk om dat dan samen te dragen. Wacht, ik ga hem even omdoen. Oké, Matt heeft hem even bij me omgedaan. Maar de maat is echt perfect. En ik vind hem ook echt super mooi staan bij mijn nieuwe horloge. Die ik voor mijn verjaardag heb gekregen. De slingers. Wow. De slingers hangen er nog. Oh joh, ik heb een dikke spraakgebrek. Oh, je ziet gewoon echt dat de kwaliteit super goed is. Dus hier ben ik echt heel blij mee. En dan zit hier nog een ketting in. Dus eigenlijk met precies dezelfde soort van rijgen. Met dezelfde kralen dat het zeg maar een setje is. Oeh. Er zit nog een ander tasje in. Wat leuk. Echt heel mooi verpakt. Oh wauw. En dan is dit de ketting. Oh, die is ook echt super mooi. En kijk, die heeft dan dus ook dat het van kleine kralen met grote kralen en zo zichzelf afwisselt, zeg maar. Echt heel mooi. En het is dus allemaal handgemaakt en echte zoetwaterparels, als ik het goed zeg. En ook 14 karaat goud. Dus echt super mooi. Kijk even hoe cute. Aan het einde van waar je hem zeg maar vastmaakt, zitten ook nog van die kleine parels. Dat is toch echt een leuk detail. Ik vind het echt heel mooi. En ook, ja, ik vind het gewoon echt heel mooi.
Dan is het volgende pakketje deze van Stronger. Aangezien ik weer helemaal die fit girl ben op die fit life in de, ja, 4-5 keer in de week in de gym, dacht ik ook wel leuk om dan even een zomers sport outfitje uit te zoeken. Oh my god, kijk nou hoe geweldig. Ik heb deze al in het grijs en echt waar, dit pak zit zo lekker. En toen zag ik dat ze hem ook in het pastel hadden, dus ik dacht fuck yeah, deze wil ik hebben. Dus precies dezelfde, een lekkere hoodie, maar dan met een rit. Hoe noem je dat eigenlijk? Een zipper? Een vest? Een vest. Het is een vest, oké. En de binnenkant is dus heel lekker zacht. En ja, I love it. En om het dan helemaal compleet te maken, heb ik een sportsetje wat er echt perfect bij past. Dus deze is in een zebra kleurtje of zebra print. En dan met dezelfde blauwe kleur met zwart. Hoe leuk! En ik vind het dus echt heel leuk dat hier aan de zijkant nu zo Stronger staat. Ik weet niet, ik vind hem heel strak en ja, ik vind hem gewoon echt heel mooi. En lekker kort aangezien het weer richting de zomer gaat. I love. En daar zit dan ook een bijpassende top bij. Die kan natuurlijk niet ontbreken. Soms praat ik echt en dan denk ik, je kan gewoon beter stil zijn, Ipek. Echt. Oh, huh? Ik dacht dat het... Oh nee. Het is helemaal geen top. Ik heb natuurlijk gewoon een hele mooie zwarte top van Stronger die ik daarbij wilde dragen. Dus ik dacht, dan wil ik ook een lange legging erbij. Dus sorry, het is geen top. Maar het is een lange legging. En die heeft hetzelfde. Ook zo hier die mooie band. En hetzelfde patroontje. En dat matcht dan heel erg leuk bij dit vest. Hoe geweldig. Echt zo blij. Je wordt toch gewoon... Oh, kijk al die pastelkleuren. Dat is toch geweldig? I love it. Ja, 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 ja. Maar er is nog meer, want ik heb echt een hele grote doos vol met spullen van Nikki ontvangen. En dat is echt niet normaal. Ik wil sowieso echt alle bedrijven bedanken die mij überhaupt pakketjes opsturen. Ik vind dat echt super lief. Het voelt elke keer weer alsof ik jarig ben, alsof het kerst is. Dus dat heeft terzijde echt, dat vind ik echt super lief. Maar dit was echt overdreven. Het zijn... Oh, oh, de camera valt er gewoon van om. Oké, ik heb net alvast even wat voorwerk gedaan. Want er zaten heel veel papiertjes en dingen omheen. Dus die heb ik alvast even uitgehaald en omheen weggehaald. Oké, het eerste zijn hele leuke zomerse slippers. In het zwart en dan met goud. Want ik dacht dat staat eigenlijk overal bij. Dus die. En dit is ook van echt leer. Dus dat vond ik ook wel chill. Het volgende is dit geweldige tasje. En kijk hoe leuk. Dit is dus met riet. En dan is dit gewoon van zwart leer. En nou, ik vind het dus echt zo leuk. Echt zomers. En dit is dan de binnenkant. Met gouden details. En I love. Ah. Dan hebben we die tas. Ja, geloof het of niet. Ook in een strandeditie. Tenminste, dit zou ik echt geweldig... Ja, dit wil je toch gewoon mee op het strand? Oh my god. En dit is dan dus ook van riet. Hieronder leer. En heel groot gewoon open. Deze kan dus niet dicht. Maar dat vind ik met deze tas eigenlijk wel chill. En dit moet je echt hebben in je leven. Oh my god. Wat ook chill is, is dat deze niet zo zwaar is. Hij is eigenlijk best wel licht. Want ik heb deze dus ook helemaal van zwart. Dus helemaal van leer. Alleen die is echt zwaar. Helemaal als ik dan ook nog een laptop meeneem. Kijk, dit is natuurlijk gewoon kwaliteit. Dus dat voel je ook wel. Maar mijn schouder. Oh my god. Dat is echt niet normaal. Dus ik ben heel blij met deze. Oh, ik schaam me bijna. Maar ik heb dus nog een tas. Kijk deze kleur nou. Dat kan toch gewoon niet dat je dan denkt van nee, laat maar. Love at first sight. This is what it looks like, bitch. Echt geweldig. En deze kan je zo lang en kort dragen. Oh, lukt nu even niet. En hier binnenin ziet het er zo uit. Dus je hebt nog een apart vakje voor dingen die je apart wil houden. En hier nog een wat groter vakje. En hier ook. Ik heb deze tas echt in zoveel kleuren inmiddels. Maar het is echt... zo'n handige tas. En hij staat ook echt bij alles. Dus ja, ben ik heel blij mee. Oh, dan de kleren. Oh mijn god, dit is dus een rokje. Maar het is een set. Dus hier zit ook een hele leuke top bij. En wat ik zo leuk vind is dit detail. Want die kan je dus zeg maar strakker maken. Dat het iets omhoog gaat. Of niet. Maar dat is wel leuk. Dus ik vind het wel leuk. Dus ik heb hem even zo gedaan. En dan zit deze top erbij.
Ik heb trouwens van Nikki alles in maat 36. Misschien is dat handig om te weten. I don't know. Die top heeft eigenlijk hetzelfde detail. En die is zeg maar zo. Dus met een hoge nek. En dan heeft hij hier van die gouden knoopjes. En dat vind ik ook echt een heel leuk detail. Maar hoe leuk is dit? Lekker te flaneren in de zomer zo. Met die slippertjes erbij. Ja, oh my god. Ik zie mezelf helemaal gaan. Dan heb ik een zwarte top. Ik heb ook zulke crop tops echt oneindig in elke kleur. Ik vind het zo handig. Het staat bij alles. Ook gewoon nu in de... Nou ja, het is nu niet meer koud. Maar als het koud is in Nederland, wat het nogal vaak is, dan draag je dit ook gewoon heel makkelijk met een blazer eroverheen en een broek. Maar in de zomer dacht ik, is dit heel erg leuk met een short. En hier zit trouwens, misschien nog ook wel leuk, het N-logo van Nikki heel subtiel op. En dat vind ik ook heel mooi. En toen dacht ik, ja, dan moet er ook wel een shortje bij. En dat is deze. En ik vind het heel leuk dat hij hier... van die, ja, destroyed details heeft, zeg maar. Daar hou ik wel van. En dat zit ook een klein beetje op de achterkant. En ja, eigenlijk gewoon een must-have in elke kast, denk ik. Het is gewoon een zwarte short. Elke zomer gewoon echt heel chill. En ik vind het leuk dat dit ook met goud is. Dus, oh, ik ben helemaal vergeten de prijzen van alles te benoemen. Weet je, ik ga even alle linkjes hieronder in de beschrijving zetten. Misschien is dat handiger. En dan, oh, dat is eigenlijk nog beter. Dan kan je alles gewoon gelijk vinden. Ja, sorry jongens, jullie moeten me even sparen. Want ik doe natuurlijk meestal vlogs. Dus bear with me. Oké, dan het volgende. Oh, net zo geweldig. Eigenlijk hetzelfde als het setje. Alleen dan is dit een jurk. En deze heeft ook dat detail hier. En dan aan de bovenkant weer van die gouden knopen. En die zit ook met een hoge nek. Eigenlijk gewoon echt hetzelfde model, maar dan zwart. En het is een lekker gladde stof. Heel chill. Want je wil niet in de zomer van het vieze zweet en de dikke meuk aan je lichaam hebben. En dat doet Nikki super goed. Ik vind de kwaliteit ook altijd super fijn. Ja, I love it. Ik kan best zeggen dat ik Nikki obsessed ben. Nou, met dit shirt ben ik ook flink aan het promoen. Hier staat een flink groot logo op. En sommige mensen houden ervan, sommige niet. Ja, ik wel. En ik dacht, dit is super leuk, want het is echt oversized, maar dan wel cropped. En dat vond ik heel erg leuk. En hoe goed matcht dit? Dat is toch echt geweldig. Nou, ik dacht, dat is ook heel leuk met het shortje. Dus binnenkort ga ik even lookjes maken op mijn Instagram, dan kunnen jullie het allemaal zien. Oh my god, de doos is leeg. Ja, ik heb alles al gehad. Zo, ik was nog helemaal in die flow. Ik zit er net wat lekker in. Nou, oké. We zijn alweer bij het einde van de video aangekomen, blijkbaar. Dat was alles. Zoals ik zei, zal ik dus alle items even hieronder in de beschrijving neerzetten. Zodat als je iets leuks ziet... Alles is nieuwe collectie trouwens. Dus ja, als je het leuk vindt, dan is het denk ik nog wel op voorraad. Aangezien het allemaal net nieuw is. En als het nog niet op voorraad is, dan komt dat nog. Want sommige items zijn ook binnenkort online. Die dus nu al gestuurd zijn. Maar ik ben echt super blij met al deze zomer items. Ik heb altijd, als het zonnetje weer begint te schijnen, weer helemaal zin in een fleurige boel. In de winter ben ik gewoon black bitch. Alles zwart en beige en neutraal kleurtjes en zo. Maar zwart en is helemaal geen kleur, maar oké. Neutrale kleuren in de winter. En ik hou er dan echt van om in de zomer lekker... Nou ja, zomerse kleding aan te dragen, hè, zoals we zien. Vond je zo'n soort video nou leuk? Laat het me dan even weten, want ik vind het wel heel erg leuk om ook zulke soort video's te maken. Maar jullie moeten het natuurlijk ook leuk vinden. Dus laat het me zeker weten. En doe je duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Want we zitten bijna op de 2000 abonnees, dus daar ben ik echt super blij mee. En dan zie ik je heel erg graag bij de volgende video. Doei!